Zemla komt er het dichtst bij in de buurt, denk ik. 5, 4, 3. Het aardige van de serie is dat een gedeelte reëel is. Want het gaat bijvoorbeeld over het mislukte fotorolletje van Srebrenica. Wat wordt de insteek? Het mislukte fotorolletje. Het gaat bijvoorbeeld over atoomspionage, wat een tijd geleden gespeeld heeft in het echt. Het gaat over de afluisterpraktijken van de NSA in Nederland. Om de NSA-invloed te onthullen, gaan wij chatten. Dat geloven ze toch niet van ons? Dus het zijn best hot items die voor een deel zijn uitgezocht, maar waarvan niet alles helemaal boven water is gekomen. Vaak ligt nog wat. Er zijn ook heel veel speculaties over hoe het eigenlijk zit. Maar ja, dat komt niet verder. In een dramaserie is het aardig dat je dan kunt suggereren, stel nou dat we die theorie eens volgen. Hoe zou het dan in elkaar kunnen steken? Dus we zitten met één poot in de realiteit en met één poot is er drama van gemaakt. Superguide. Download nu de app.